De situatie in mijn team voordat welke van start ging, was er eigenlijk een van een lack of competence op het gebied van onze website. Dus we hadden de resource niet en we hadden de knowledge niet. En dat heeft elke eigenlijk perfect voor ons aangevuld. Als je iemand van buiten naar binnen neemt, die geeft toch altijd een frisse kijk op het geheel. Dan ga je ook automatisch de algemene kennisniveau binnen je team naar boven halen. Het was eigenlijk een heel evidente keuze, omdat wij in het verleden dus we hadden al een president met iemand van de reference, waar we heel tevreden over waren. Dus hebben wij gewoon een telefoontje gepleegd naar jullie en zo is Elke bij ons terechtgekomen. Haar enthousiasme heeft in ieder geval het hele team dus aangestoken. Het bewustzijn op het gebied van content is ook aangescherpt, dus dat we niet zomaar alles op onze website gooien. Dus nu is elke keer wacht, elke heeft gezegd, daar en daar moeten we op letten. Dat maakt een groot verschil van dubbel werk doen. En als we specifieke vragen hadden over een bepaald onderwerp, los waarvoor dat dus elke is aangenomen, dan had ze ook een volledige achterban bij de reference on site. Dan kon ze heel snel even die vraag stellen en dan hadden we ons antwoord heel snel. Dus moesten we niet wachten, waren er geen bottlenecks, konden we ook sneller beslissingen nemen. Het heeft trouwens ook ons team verder geholpen van oké, die persoon die werkt en die gaat maar door, gelijk wat dat er eigenlijk aan de hand is. En het heeft ook aangezet om dat de rest ook verder is gegaan en niet bij de pakken is blijven zitten, midden in het changeproces. De toegevoegde waarde van Reference on Site, samengevat, is dat je de juiste mensen op het juiste moment in je team kunt krijgen, die dadelijk aan de slag kunnen gaan. En ook voor de lead is het belangrijk dat je dus eigenlijk de achterban, waar ik kan dus ook heel gemakkelijk met jullie sparren als er eventueel een probleem is, dat dat allemaal heel open gaat en dat jullie ook open zijn voor feedback. Zowel positief als puntjes waar dat er moet aan gewerkt worden. En ook voor elke, ik merk wel dat ze heel veel heeft aan jullie, dus om ook naar de organisatie terug te gaan als ze een probleem heeft bij ons. Of als ze even een sparringpartner nodig heeft buiten Nico, dat ze dus bij jullie terecht kan. Dus en dat helpt mij ook natuurlijk in mijn job, in verband met coaching van de mensen. Elke is super enthousiast. Het is eigenlijk een vat waar er geen bodem in zit. En ze is ook gefocust en professioneel. En ze wil ook andere mensen in het team, haar passie dat ze dus heeft, wil ze ook gewoon overdragen naar de teammembers. Ik zou zeker zeggen, doe het gewoon. Je haalt kennis van buiten naar binnen. Het geeft een frisse kijk. Die mensen die kunnen ook dadelijk aan de slag. Dus je hebt al geen 3 maanden inwerk. Als je dus iemand goed hebt van de reference, zijn ze meestal, kunnen ze ook nog het team enthousiast maken en zijn ze bereid om dingen te leren aan de andere teammembers. Goh, wat zouden jullie nog beter kunnen doen? Ik zou gewoon adviseren van ga gewoon zo door. De weg die jullie ingeslaan zijn, is een goede weg. Ik vond het superleuk. Normaal gezien ben ik degene die het niet moet ondergaan, maar gewoon passief mag kijken, meekijken. Dus nu heb ik het actief ondergaan. Maar het was gewoon fun. Ik ben blij dat ik het heb mogen meemaken en dat ik uitgenodigd was daarvoor.